De Raad van Toezicht bij de Surinaamse Postsparbank is vervangen. De benoeming en de aanstelling van de nieuwe raad heeft vandaag plaatsgevonden. De communicatiedienst Suriname zegt in een persbericht dat de reden van vervanging van de raad onder andere gezocht moet worden in de recente gebeurtenissen bij de bank. De minister van Financiën, Armand Gijbersing, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouder, heeft de nieuwe raad de opdracht gegeven om het vertrouwen in de SPSB te herstellen. Dit moet gebeuren door een gedegen en transparant beleid uit te voeren. De nieuwe Raad van Toezicht is onder leiding van Dharmraj Bahori. De overige leden zijn Ritish Naveen Ganpat, Patrick Peneu, Nitish Rajinder Ramdin en Patrick Bell.